Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal. Het aantal COVID-19-patiënten in thuisisolatie vertoont de laatste weken een dalende trend. Waar het aantal 3 weken tot een maand geleden al dicht bij de 3000 was, is het de afgelopen periode flink gedaald. Dat liet Bart van Loohuizen, operations manager van de 178 COVID-lijn, weten tijdens de COVID-19-persconferentie op donderdag 28 oktober. Dan een aantal cijfers van de afgelopen periode. De linker kolom, dat is de periode van 6 oktober tot 13 oktober, laat zien het aantal mensen in thuisisolatie. Wat we eigenlijk zien is een dalende trend, dus dat is voorzichtig positief nieuws. Voor de week van 13 oktober tot 20 oktober waren 2000 mensen in thuisisolatie. Deze week, dan hebben wij gemeten, 20 oktober tot 27 oktober waren dat 1435 patiënten. Als we kijken naar het aantal mensen wat genezen is in de thuissituatie, was dat 526 in de periode van 6 oktober tot 13 oktober. De periode van 13 oktober tot 20 waren dit 887 mensen. En de kolom van 624 is de data bijgewerkt tot gistermiddag 5 uur. Dus ik verwacht dat dit nog hoger gaat zijn omdat we dit niet tot vandaag hebben bijgewerkt. Als we dan kijken naar het aantal mensen overleden in de thuissituatie, was dat in deze week, de week van 20 oktober tot 27 oktober, 8 mensen tegen 19 mensen in de periode van 6 oktober tot 13 oktober. De focus van 178 van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, voor de komende periode is gericht op het geven van een wekelijkse update van data, het professionaliseren van 178, de werkprocessen en gepaste training voor het personeel. Van Loohuizen vindt het belangrijk dat deze processen samen opgelost kunnen worden. Een derde dosis voor bepaalde groepen binnen de samenleving en ook een tweede dosis voor personen die vanwege een eerdere COVID-besmetting voor volledige vaccinatie slechts een prikje toegediend hebben gekregen. Dit zijn twee besluiten die onlangs door de Nationale Technische Adviescommissie voor Vaccineren zijn genomen. De werkgroep houdt zich bezig met die veiligheid van vaccins, beoordeelt de manier waarop er wordt gevaccineerd en brengt advies uit. Deze commissie heeft volgens Javier Assin, coördinator van het Nationale Coördinatieteam NCT, hiermee twee belangrijke adviezen gegeven. Gisteren, of eigenlijk eergisteren aan het eind van de dag, zijn daar twee belangrijke adviezen uitgekomen. De eerste is de zogenaamde boostervaccinatie. En ik zal uitleggen waarom dat nodig is, want het is niet omdat de vaccinaties minder goed werken, maar omdat bij bepaalde groepen de vaccinaties, 2-dosis vaccinatie, niet voldoende zijn om ze te beschermen. Het gaat om 60-plussers, het gaat om mensen die nierdialyse ontvangen, het zijn mensen die een verminderde weerstand hebben door immuunstoornissen of door medicatie die ze gebruiken. Bijvoorbeeld bij kanker krijgen mensen chemotherapie. En die legt een groot deel van de weerstand stil. En dan heb je nog mensen die eerste lijns werkers zijn met mensen die COVID-19 hebben en die blootstaan aan heel veel virus. Waarom is een extra dosis voor deze mensen nodig? Nou, de mensen met een verminderde weerstand of een minder werkende weerstand of die ouder zijn, die reageren minder op een vaccinatie. Een vaccinatie die bootst een infectie na, zodat wanneer er een echte infectie komt, het lichaam daarop voorbereid is. Nou, maar bij deze mensen, na 2 doses, is het lichaam nog niet voldoende voorbereid. En bij een 3e dosis is het lichaam wel goed voorbereid. En dan is het vergelijkbaar met wanneer de rest van de populatie, want ik zag dat het in het persbericht niet zo goed stond, de rest van de populatie heeft genoeg aan 2 doses, maar deze mensen hebben 3 en soms zelfs 4 doses nodig. Dus nogmaals, het ligt niet aan het vaccin, het ligt aan de verminderde reactie bij een aantal mensen. En dat dat zo is, want we hebben daar ook op gewacht van, ja, maar is dat dan wel nodig? Want ja, we weten dat die mensen verminderde reactie hebben na vaccinatie, maar moet je ze dan een extra dosis geven? Want die dosis moeten we misschien bewaren voor de mensen die nog helemaal geen dosis hebben gehad. Maar wat blijkt is dat onder de overledenen die gevaccineerd waren, daar is het grootste gedeelte van uit deze groepen. Dus dat zijn mensen die volledig gevaccineerd waren en die toch overleden zijn. Niet door het vaccin, dat benadruk ik. Al staat heel Facebook daarover vol.
Maar deze mensen zijn overleden omdat de vaccinatie niet voldoende was om ze te beschermen. En dat kan gelegen hebben aan onderliggende aandoeningen of aan het feit dat hun immuunsysteem onvoldoende het vaccin heeft opgepikt om ze te beschermen. Dus die derde dosis voor ouderen en mensen met een verminderde weerstand en of mensen die heel blootstaan aan heel veel patiënten, die doen we om ze die extra bescherming te geven, zodat we ook onder de overledenen minder gevaccineerden gaan zien. Vandaag is een aanvang gemaakt met het vaccineren op scholen. Dit besluit is gisteren ook bekendgemaakt op de reguliere persconferentie. Met deze campagne willen wij zoveel mogelijk mensen tegemoetkomen zich te laten vaccineren. Deze strategie, oftewel outreach, zal ervoor moeten zorgen dat meer mensen van informatie zullen worden voorzien en ook dat meer mensen zich willen laten vaccineren. Het COVID-journaal was vandaag samen met de mobiele unit op de school en wij maakten het volgende verslag. De keuze om de aantal residaschool is niet zomaar gevallen. We hebben de leerkrachten, en eigenlijk via Minov, de gelegenheid gegeven om de scholen te clusteren. En uiteindelijk moesten ze daar aangeven welke school eigenlijk beschikbaar is. Dus hoeveel mensen ze hebben en eigenlijk hoeveel leerlingen. En welke dag het best zou uitkomen. En zo zijn we uiteindelijk gekomen tot vandaag. Om te komen vaccineren op de aantal residaschool. Het is eigenlijk een initiatief dat al lang was bedacht. En we kijken naar onze gemeenschap. En we willen ook niet alleen de volwassenen veiligstellen, maar ook de kinderen. Want het blijkt dat de kinderen ook een deel van die gemeenschap uitmaken. En zo kan je ook ervoor zorgen dat als een kindje dus eigenlijk veilig is. Ik zeg kindje, maar het zijn tot en met 17 jaar. Als zij dus niet besmet raken of het virus niet echt van die aard kunnen overdragen, dat ze het ook niet meenemen naar huis, waar de ouderen dus eigenlijk ziek kunnen worden. Dat is eigenlijk de bedoeling en we willen naar een veilig Suriname. We hebben dezelfde oproep gedaan, maar er zijn ook consentformulieren, dus toestemmingsformulieren, laat me het corrigeren. Toestemmingsformulieren waarbij de ouder dus toestemming geeft dat het kind gevaccineerd wordt. Tot nu toe werken we nog dat de ouders meekomen. Maar dat is er op een of andere reden, maar dan moeten we wel iemand hebben die dan zo'n volmacht heeft en dan meekomt met het kind. We hebben, als het kind komt, wordt er een intake gedaan. Daarom vragen we ook dat de ouder erbij is. Zo weet je de gegevens van het kind, maar ook als er onderliggende dingetjes zijn. Kijk, je gaat iemand vaccineren die je niet kent. Je moet alles even weten. Is er een allergische reactie, ja of nee, in de voorgeschiedenis? En dan ga je van de intake, als je goed bent bevonden, ga je dan naar je prikboot of prikstation. En daar word je dan voor de kinderen van 12 tot 17 jaar, is dat Pfizer, word je ingeënt. En van daaruit ga je dan, als er geen allergische reacties in de voorgeschiedenis voorkomen, dan ga je voor 15 minuten in onze observatie. En daar is een arts aanwezig en een goed getrainde verpleegkundige die meekijkt. We hebben dit open gehouden, dus als we naar de scholen komen met het team, dat we dus ook de leerkrachten, maar ook de ouders, als ze dus meekomen met hun kinderen, dat ze dus ook gelijk in de gelegenheid gesteld worden om gevaccineerd te worden. Zo, ik vind het natuurlijk ten eerste een hele waardering voor de school, dat de school gekozen is om de pilot te starten. En ten tweede, namelijk, het is ook goed voor de school. De kinderen kunnen dus dan nu hier ook vaccineren. De kinderen die nog gevaccineerd moeten worden, die hebben nu de kans om te vaccineren. En natuurlijk ook de gemeenschap al hier. Ja, die hebben ook het bericht gekregen dat vandaag ook vaccinatie toegediend wordt. Dus ze zijn ook allemaal hier. En dat is alvast een pluspunt voor de omgeving. We hebben van het ministerie eerst een richtlijn gekregen dat wij de kinderen op de hoogte moeten stellen dat er een unit hier komt. En deze school bestaat uit ongeveer 408 leerlingen. En van de 408 leerlingen moesten nog 182 gevaccineerd worden. Dus die hebben we dus dan bereikt.
En natuurlijk via informatie. Sessies hebben we dus aan hun doorgegeven dat er vaccinatie toegediend wordt en dat ze vandaag ze kunnen aanmelden met de ouders. De bedoeling ligt er wel in dat wij dus dan proberen om die kinderen die nog moeten vaccineren ook ervoor te krijgen. Wat betreft mijn personeelsleden, op 1 na is het hele personeel al gevaccineerd, dus die gaat dus dan ook werk van maken om te vaccineren. Van hieruit wil ik ieder natuurlijk vragen om mee te werken aan deze campagne. Het is de bedoeling dat het BOG in feite naar de kinderen toe komt en dat wij ook de gelegenheid krijgen om te laten vaccineren. Dus het is alvast een pluspunt, een voordeel dat wij dus dan niet in een lange rij hoeven te gaan staan, maar dat de kinderen op school worden gevaccineerd. En ik zou dus dan hierbij ook de ouders vragen om hun medewerking te verlenen. Ook de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die vraag ik dus dan ook om even terug te denken. Elke dag hebben we te maken met besmettingen, met doden. Dus laten we dus dan ervoor kiezen dat wij dus dan ook gevaccineerd zijn, een beetje beschermd zijn tegen COVID-19. We hebben inderdaad de 50% gedeeltelijk gevaccineerden gehaald. We gaan gestadig door. Elke dag zijn er plekken waar mensen terecht kunnen om te vaccineren. Met name de 2 grote vaccinatiesites POC en het zorghotel. Woorden van Sunita Nananpandey Gopisingh, voorzitter stuurgroep COVID-communicatie, tijdens de COVID-19 persconferentie op donderdag 28 oktober 2021. Volgens Nananpandey Gopisingh is totaal 51,24% van de doelgroeppopulatie gedeeltelijk gevaccineerd en 40,57% volledig gevaccineerd. Momenteel zijn er landelijk 247.146 personen in Suriname met minimaal 1 prikje. Dat deskundige wees erop dat van alle ziekenhuisopnames tot nu toe de groep niet gevaccineerden nog steeds het hoogste percentage is, en wel 66,4%. Dit zijn de cijfers van de vaccinaties, het vaccinatieprogramma. Zoals gewoonlijk kijken we naar de gedeeltelijk gevaccineerden. We zitten dus nu op 51,24% van de doelgroeppopulatie. En de volledige gevaccineerden, daar zitten we op 40,57%. Dus we hebben inderdaad die 50% gedeeltelijk gevaccineerden gehaald. En we gaan gestadig door. Elke dag is er ergens wel een plekken waar men kan vaccineren. Met name 2 grote sites zijn open, POC en het zorghotel. Dus dit is de stand van zaken ten aanzien van de vaccinatiedekking. Kijken we naar de ziekenhuiscijfers. Dus dit zijn de ziekenhuiscijfers. U krijgt later de situatie van de thuisisolatie te horen. De opnames in de ziekenhuizen tegenover de overlijdens. En dan kijken we op dit plaatje naar de vaccinatiestatus. Het rode gedeelte bij de opnames, dat gaat over de mensen die niet gevaccineerd zijn. En u ziet dat ook weer het overgrote deel is. 66,4% is niet gevaccineerd. De rest van het plaatje bestaat uit niet volledig, volledig en onbekend. En u ziet dat het aandeel van de niet gevaccineerden nog altijd veel groter is dan de rest van het plaatje. Bij de overlijdens hebben we hetzelfde beeld. De niet gevaccineerden, dus onder de overleden mensen, is het aantal niet gevaccineerden nog steeds groter dan de volledig, niet volledig en de onbekende. Dus dat is een trend die zich gewoon continu voortzet. Dit was het dan weer voor het COVID-19 journaal. Laat je goed informeren over het vaccin en ga niet in op fakeberichten. Zoals de cijfers er nu uitzien, zijn we langzaam aan het komen uit de vierde golf. Maar dat wil niet zeggen dat we weer erop los mogen gaan. Je dient je nog steeds ten alle tijden te houden aan de Mohana-maatregelen. Mede namens de redactie en het ministerie van Volksgezondheid wens ik u een goed en veilig weekend toe. En we zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal.